Hallo mensen, tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe aflevering van Minecraft Teams. Of was aflevering 29, dat klopt. Jullie denken meteen, Rodney, vorige aflevering was je er niet. Dat was inderdaad de eerste keer in eigenlijk al mijn Team Survival videos, volgens mij ook echt, ook zelfs mijn eerste video, dat ik niet in mijn eigen video aanwezig was. Echt, ik heb natuurlijk mijn intro wel gewoon lekker gedaan, want dat hebben we gewoon heb ik opgenomen met Max. Max is namelijk een baas, namelijk een baas. Dat is nog een shout-out naar Max, omdat hij voor mij de mooie Team Survival video's wel overnemen. Waardoor het allemaal gewoon gefixt kon worden, want ik had gewoon geen tijd, het was gewoon zo druk. Ik had het zo druk, ik kon er gewoon geen tijd voor opbrengen. Ik vond het zonde, dus ik dacht, ik moet het echt gewoon iemand vragen. En ik heb het aan Max gevraagd. In ieder geval, ik ga vandaag even een korte rondleiding geven door Team G, hoe het er nu uitziet. Want ik heb ondertussen, vorige week had ik echt gewoon niks. En nu heb ik dit Wow, Rodney, je bent een lowliver. What the fuck? Ja, dat heb ik dus inderdaad, dit is wat ik inderdaad gedaan heb. Ik weet niet waarom hier een muur is neergezet. Het is in ieder geval niet door mij gemaakt. Maar oké, dit is in ieder geval wat ik heb neergezet afgelopen week. Want ik heb vrijdag kan dus de video online. En ik kon rond zaterdag had ik weer tijd om online te komen. Want ik moest echt gewoon dingen afmaken. En toen ben ik zaterdag eigenlijk no-life begonnen met dingen bouwen. En dan heb ik dit dus uitgekomen, dit. Want helemaal door dat gaat boven. Dus ga ik zo even naartoe. Dan ga ik even naar boven lopen. Maar naar boven lopen, dat bespaar ik jullie. Dus ja, ik heb in ieder geval al lekker wat spulletjes. Niet heel veel bijzonders. Ja, ik heb een beetje geenchante shit. Niet extreem goed. Maar ja, laat ik even naar boven toe gaan. Daar. En dan zie ik jullie weer daarboven. Tot zo. Oh, aangekomen en wel. Helemaal boven op mijn boom ondertussen. Maar ondertussen helemaal hierboven. Echt. Het is ver omhoog. Jullie hebben het gezien. Maar ja, dit is dus wat ik dit. Ja, jullie denken. God niet, wat heb je hier gebouwd dan? Want ik heb het nog helemaal niet verteld eigenlijk. Maar dit is eigenlijk wat ik hier ben gaan bouwen. Jullie denken. Wow. Wow. En dan kijken jullie hier beneden. Dan zie je dus gewoon alles. En jullie hebben dus gezien dat deze boom dus eigenlijk best wel hoog is. Maar ja, wat ga ik dan hier doen? Dit is vrij simpel. Ik ga eerst een huisje bouwen. En ik weet niet of ik het al heb laten zien, maar ja, jullie denken wat de fuck dat is, wat staat hier? Nou, dit is dus die ingang van die boom. Ik weet niet of je, ja, ik weet, oh, dat ik verteld dat het helemaal naar boven ging. Ik weet het niet. In ieder geval bij deze dan, dit gaat dus helemaal naar boven. Of eigenlijk vanaf beneden helemaal naar boven. Ik heb hier allemaal glowstone en shit geplaatst en je kan hier vanaf hier ook gewoon naar binnen. En wat is daar? Kijk, hier is ook iemand met zo'n dik dak. Alleen voor mij is het gewoon veel groter, net zo beter, omdat deze boom gewoon veel groter is. En ja, ik ga er gewoon bovenop wonen, want ik ben een beetje gehecht geraakt aan grond. En iedereen moest een grote boom bouwen. Ik dacht, ik zoek een oplossing. Ik ga gewoon wonen in een boom. Simpel. Of eigenlijk op een boom. Want het is gewoon een groot bladerdak zoals je zag. En ja, ik ga er gewoon op wonen. Dat is gewoon heel simpel. Maar laten we even verder gaan. Ja, hier is verder niet heel veel te zien, want ja, het enige wat nog leuk is om te laten zien is dat dit zijn twee lagen dirt. Hier te zien. En er zit gewoon een laagje hout. En daaronder zitten weer leaves en dan moet hout tussen, want anders verdwijnen die leaves. En ik heb hier heel veel leaves en veel hout. Want jullie denken van, ja Rodney, vorige aflevering was je er niet. En een week later heb je zo'n huge boom en dit allemaal. Nou, dat komt er een beetje op neer dat ik heel nodig ben geweest en heel druk met dit eigenlijk. Dus ja, maar laten we verder gaan naar het volgende, wat waar ik nog even... Heb ik ook even laten zien. Dus ik ga proberen een beetje het grote deel te laten zien. Dat is vet. Dus dan laten we meteen even verder gaan. Tot zo. Zo, even aangekomen ondertussen weer beneden vanaf boven. Dit is Max zijn boom. En zoals jullie weten heb ik altijd het grootste. Ik weet niet wat het is, maar ik heb weer de grootste boom. Ik had vorige keer ook al het grootste stuk land. Nou, nu heb ik tussen haakjes ook weer het grootste stuk land. Alleen het is daarboven. Heel apart. In ieder geval, dit is Max's boom. Die van mij is 3 of 4 breed of zo. Nou, 5 of... Ja, vrij breed in ieder geval. Die van Max's... die van mij is eigenlijk gewoon de breedste. Daar komt een beetje op neer. Verreweg de grootste. Oh, hier is dat ook nog van alles. Damn. In ieder geval, dit is allemaal Max's huis. Ik hoef niet naar boven. Ik hoef eigenlijk niet naar boven te gaan. Nou ja, ik weet dat er niks is. Dus... Oh, shit. Oeh, dat was dichterbij dan ik dacht. Oké. Okay, dat in ieder geval. Hier is een dingetje wat ik daar beneden heb. Wat daar beneden is. Wat eigenlijk van beneden naar boven toen. Destijds. Wat ik nog gemaakt heb. Dan gaan we nu verder naar deze boom. Deze boom heeft geen trap naar boven. Hij heeft wel hele dikke takken. Ik weet niet waar dat in zit, maar het ziet er wel vet uit. Moet ik toegeven. Hij heeft ook een soort van ingang. Oh, hij heeft het zo gedaan.
Oké, dat is Nioh ook heel vet. En dan hebben we hier nog heel mooi gedecoreerd. En creepers erbij, die hoef ik helemaal niet te hebben. Jullie, oh god. Oké, nou, ik heb in ieder geval gunpowder erbij. Dat is heel top. Deze ziet er oprecht heel vet uit. Ik wil deze ook even van naar boven wat hoger laten zien. Dus ik loop er even naar boven. Omdat ik deze gewoon heel erg vet vind. Dat meen ik serieus. Dit is ook de boom. Deze gast, de eigenaar van deze boom. Ik weet even niet meer hoe die heet. Want nee, ik weet wel hoe die heet waarschijnlijk. Maar ik had die naam echt de hele tijd door de war. Dus ik zeg zijn naam gewoon niet. Dan kan ik niks verkeerd zeggen. De boom van iedereen is gebaseerd op zijn boom. En deze boom, die ziet er op zich... Ja, zo kan je ook gewoon zien dat het is nog een beetje een aanbouw. Die ook nog daar. Gaan we niet verder naartoe. Dat is ook nog een aanbouw. Dat vind ik ook niet zo interessant. Dit is ook wel in aanbouw, volgens mij. Maar het ziet er al heel vet uit. Natuurlijk, dat is voor mij natuurlijk ook nog een aanbouw. Maar dat is gewoon mijn project. Dat vind ik gewoon vet om te laten zien. Dus ja, ik ga nog even verder naar wat ik nog meer kan laten zien. Wat er al af is voor een groot deel. En dan zie ik jullie terug als ik daar ben. Tot zo. Zo, aangekomen bij het huis van... Ik meen dat het van Dorcas. Naar achter is nog een huis. Daar gaan we zo ook nog even kijken. In ieder geval, dit is dus als het goed is van Dork. Kijk, Dork Battle. Dus Dork huisgebouw ding. Dus het is een huisgebouw ding. Dat begrijp ik. Oké, deurtje dicht. Zijn we netjes. Ik weet dat hij... Hij heeft een obsessie met dirt. Ik wou zeggen dat hij obsessie heeft met torches, maar dus ook met... Ja, dus ook met dirt, dat zie ik. Hier als het goed is met torches en hier dus ook met torches. Die jongen heeft een obsessie, ik weet niet waarom die dat met dirt en torches heeft. Maar oké, hier is in ieder geval een enchanting table. En hier is opslag, dat weet ik uit mijn hoofd, want hier zit allemaal dikke shit in. En wat zit hierin? Nou, wat? Dit glitst nogal. Kijk dan. Ah, glitst hem als de tyfus. Maar oh, wat is dit? Fire protection, nou gebruik ik niet. In ieder geval, we hebben nog een huisje hier, als het goed is. Laten we er even naartoe gaan. Even kijken, dat is hier. Hier moet ook nog even een pad naartoe gebouwd worden, denk ik. Ik denk dat het nog een beetje een aanbouw is, zo te zien. Het is een beetje afgelegen. Wel heel grappig, er staat geen naam bij. De vloer is leuk gedaan. Oké, hier is niet heel veel bijzonders te zien. Weet je, ik ga gewoon nog... Ik weet dat hier, dat hier nog ergens iets van een slime iets was. Ik ga nog even kijken of ik kan ontdekken waar dat voor is. Zo ja, laat ik het jullie even zien. Nou, tot zo. Oh, ik ben er niet achter kunnen komen waar dit voor is. Dus ik bedoel dus dit. Ik had het... Oh shit, ik sloop het weer. Ik sloop het meteen. Geweldig. Ik heb het idee dat het is van dat Max of hij. Dat ze hier gewoon naar beneden kunnen springen. Oh damn, ik vergeet het nog steeds. Dat ze hier naar beneden kunnen springen. Dat ze gewoon... Dat duurt gewoon minder lang. Aan het daarop houden. En ik denk dat het vanaf mijn boom ook nog best wel moet lukken. Alleen ik denk dat het dan wel een stukje groter moet zijn. Ik denk dat ik dan, als ik hier 20 keer naartoe spring, denk dat ik 19 keer dood ga. En één keer gewoon puur door het geluk. Maar ja, dat is een beetje mijn punt. Dat is een beetje mijn ding. Dus ja, ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben van deze video. Omdat natuurlijk, het is mijn eerste Team Survival video in deze map. Best wel leuk. Ik vind het oprecht een hele leuke map. En als jullie denken, Rodney. Of wat ik weet niet of ik het al stel. Maar in ieder geval, als jullie denken, Rodney, vorige week was je het niet. Ja, vorige week geen tijd. Ik had vorige week echt geen tijd. Anders, ik maak altijd mijn video's, maar ik had gewoon geen tijd voor. Daarom heb ik het Max laten doen. Of heb ik het hem gevraagd. Van, jij niet van, Max, jij moet een video maken. Nee, ik heb hem gewoon gevraagd of hij dat wil doen. Want zonder Max was er oprecht vorige week geen Teams 5 video geweest. Dus, ja. En ik ben afgelopen week, rond zaterdag had ik weer tijd. En kon dus weer eigenlijk. En toen ben ik gewoon ben ik bezig gegaan en heb ik gewoon iets cools gebouwd. En dat is op deze dikke berg uitgekomen. En ik kan gewoon de grond waar ik hier... Dit wordt dus een teamdal. Waar ik eigenlijk wel gaan wonen, maar dat is dus niet geworden. Dus maar aangezien ik toch heel erg iets met de grond heb en niks met bomen. Ik bouw gewoon een huge boom en dan ga ik gewoon een platform met dirt op bouwen. Waar ik zelf ga wonen. Dus dat is gewoon een beetje, dat is dus wat jullie gezien hebben, mijn plan. In ieder geval, ik wil nog even een shout-out naar Max op Max. Ja, hij is echt, Max is echt een baas. Max, ik zweer het je tegen je. Je bent een baas. En iedereen abonneer ik even op Max als jullie Max awesome vinden. Ik weet niet of jullie trouwens nog wat was opgevallen dat deze video's korter zijn. Maar dat komt gewoon dat het dan gewoon makkelijker is voor jullie om de video's te kijken. In de hoop dat jullie dit gewoon veel vetter vinden. Dus ja, ik hoop in ieder geval dat jullie ervan genoten hebben. Vergeet dan even niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet te liken, te reageren, te abonneren op mij en zowel als Max. Als ik die in de beschrijving zet. Als ik het niet vergeet meer. En dan zeg ik zoals altijd. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik tot de volgende keer bij een nieuwe Team Survival video. Dan zeg ik zoals altijd. Laters.